De verdachte is vandaag op zitting geweest en de officier van justitie heeft een taakstraf, de maximale taakstraf van 240 uur geëist en ook een jaar rijontzegging van zijn rijbevoegdheid. Dit is een zaak die alleen maar verliezers verkent, want deze verdachte heeft nooit gewild, nooit de opzet gehad op de dood van Mare. Maar het is wel door zijn verkeersgedrag, door zijn buitengewoon gevaarlijk verkeersgedrag, dat zij is komen te overlijden. En daarop is het ook zijn schuld dat zij is overleden. Er wordt door de familie ook veel aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie, onder andere natuurlijk die taxi-apps. Wat kunt u daarover zeggen? Wij begrijpen de aandacht die zij vragen heel erg goed. En we begrijpen ook de zorgen die zij hebben ook heel erg goed. En dat is ook een zorg van het Openbaar Ministerie. Alleen vandaag staat specifiek het verkeersgedrag van deze chauffeur, deze taxichauffeur, op zitting. En daar hebben we het hier over vandaag.